Gewoon allemaal vanavond heb ik wat lekkers maken. Ik ga kaas op bij maken. En het is heel makkelijk om te maken. En je hebt maar een paar ingrediënten nodig. Een ombjevel, kaas, olie en een beetje water. De meeste ombjevel heb ik bij de Albert Heijn gekocht. En het kost maar €2,99. En ik ga beginnen. Ik zet alvast de frituur aan op 180 graden. Ja, en trek de lumpiavel een vel voorzichtig los. En vouw hem dubbel. En knip op de vouwlijn. En vouw nog een keer dubbel. Ik knip nog een keer op de vouwlijn. En nu heb je 4 vierkantjes. En snijd de kaas in 2 stukken. En doe dit nog 3 keer. En dan leg de kaas in het midden van het vel. En dan vouw de punt over de kaas. En vouw de punten aan de zijkant naar binnen. En rol het daarna verderop. En doe wat water hier. Maak hem dicht. Ja. En doe het nog 3 keer. Ja, ik kan even checken of de olie 180 graden is. Ja, 180 graden. En ik leg de lumpiaatjes in het frituurmandje. En laat hem voorzichtig zakken. En bak dit in 1 à 2 minuten goudbruin. En intussen schoor ik wat keukenpapier.
En ik leg hem op mijn bord voor het uitdekken. En ik pak ook even een sausje erbij. En ik vind het lekker met een beetje sweet chili saus. En volgens mij ben ik bijna klaar. En ik leg het op mijn bord. Ik ga even proeven. Dat is lekker. En dat was het. Tot de volgende keer.